Goedemiddag. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 1 vanmiddag zien we dat Nederland volop geniet van de zonneschijn en ook in de landen onder ons heen schijnt de zon flink. Dit heeft allemaal te maken met een hoge drukgebied dat bevindt zich ten noordoosten van ons land, boven het noorden van Polen en de Baltische Zee. Rondom dat hoge drukgebied stroomt zeer warme lucht vanuit het oost-zuidoosten richting Nederland en dat levert zeer hoge temperaturen op voor deze tijd. Van het jaar. Het wordt uiteindelijk zo'n 22 tot lokaal 28 graden in Nederland. En dat zijn echt zeer hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Ja, en vanavond dan schijnt de zon eerst ook nog uh, ongehinderd. Uiteindelijk, als ze onder is, blijft het helder. En dan zo halverwege de avond is het nog een graad of 21 bij weinig wind. Komende nacht, uiteindelijk daalt de temperatuur naar 11 tot 9 graden. Er staat nog steeds weinig wind. Als er een beetje wind staat, dan is die zwak of matig en komt uit het zuidoosten tot zuiden. Morgen volgt dan opnieuw een flink zonnige dag. Maar er is wel een belangrijk verschil met vandaag. De wind waait eerst nog uit het zuidwesten, draait later naar het westen tot noordwesten. En daarbij komt dus de lucht vanaf de nog koude Noordzee. En dat heeft belangrijke gevolgen voor de temperatuur in de kustgebieden en in het noorden van het land. Daar wordt het duidelijk minder warm dan gisteren en vandaag. Het wordt namelijk zo'n 18 graden vlak aan zee tot 1 of 22 graden iets meer land En gaan we dan echt verder land hebben we het dan over Utrecht, Brabant, Gelderland, Limburg, die kant op. Daar wordt het nog wel zomers met zo'n 25 tot lokaal 27 graden. De wind die er waait, die is niet heel sterk, zwak of matig, maar zoals gezegd, het is voldoende om de temperatuur toch duidelijk een andere verdeling te geven dan op de woensdag en donderdag. Ja, en dan de dagen daarna op zaterdag ook nog volop zonneschijn, dan bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot oosten, wordt het 18 graden in de noordelijke provincies en 20 tot 22 graden in het midden en zuiden van het land. De zondag begint met nog tamelijk veel zon. De wind waait dan uit zuidelijke richting. De, wind, de temperatuur boekt dan weer wat winst, het wordt 21 tot 24 graden. Maar in de loop van de dag gaat de bewolking toenemen. En dat is dan een lange tijd geleden dat we echt weer flinke wolken hebben gezien. En die wolken die groeien steeds verder uit en uiteindelijk later op de dag komen er vanuit het zuiden een aantal regen- en onweersbuien het land binnentrekken. waar we dan ook in de avond nog mee te maken hebben. Ja, en dat is dan eigenlijk een overgang naar een ander weertype. We kunnen eigenlijk zeggen een normaler weertype voor deze tijd van het jaar. Op maandag is het zo'n 13 tot 15 graden. Met een behoorlijk stevige wind uit het westen. En een aantal buien die over het land trekken. En ja, als we dan naar de 15-daagse verwachting gaan kijken. Dan zien we ook dat na zondag het voorlopig echt even gedaan is met het warme weer. De middagtemperatuur zakt terug tot een graad of 13 à 14. En kijken we naar de neerslagkansen. Dan zien we die vanaf de zondag dus al toenemen door die buien die in de loop van de dag komen. En ja, daarna houden we elke dag kans op een paar millimeter regen. Voor de natuur is het natuurlijk wel gunstig, want na al dit zonnige en droge weer is het tijd voor een beetje regen om de natuur op peil te houden. Ik ben Ben Langkamp van weerblazen.nl.